Nou, dan zijn we weer. Vakantie voorbij. Morgen weer. Ik heb er ook geen zin in, jongens. Maar we gaan door. Hé, wat gaan we doen? We gaan flamkoeken maken. En het is eigenlijk een beetje winterschrekje, net nu de temperatuur weer een beetje omhoog gaat. Maar ik kan wel op het lijstje staan, want het is een hele lekkere. Het is eigenlijk een soort pizza uit de Elzas. En dat is een gebied in Duitsland. Die kerstmarkt zie je ze altijd liggen. Dus we gaan lekker aan de gang. Nou, je hebt er een heleboel dingetjes voor nodig. Ja, eigenlijk een heleboel, het valt best mee. Je hebt een paar dingetjes nodig. Die staan hier al allemaal klaar. Ik zet onderaan het filmpje zet ik de ingrediënten en de materialen zet ik eventjes neer. Kun je ze rustig terugvinden. Ik ga aan de slag. En dan neem ik je even langs alles wat je nodig hebt. Nou, we gaan dus het deeg maken als eerste. Daarvoor heb je dus je bloem nodig, water, gist, 2 eetlepeltjes olie en een snufje zout. Die bewaar ik, die doe ik er later pas bij. Nou, ik ga dat mixen in de machine. Ik ga een deeg kleden en als ik dan de machine gebruik, dan gebruik ik de deeghaak. Ja, kapiteinhaak. Je kunt het ook gewoon op de hand doen. Je kunt het ook met een handmixer pakken. Als je een handmixer hebt, heb je ook van die spiraaltjes, van die deeghaken. Bij de meeste mensen thuis liggen die ergens in een la verstopt, omdat ze geen idee hebben waar ze voor gebruiken. Nou, dat is dus om deeg te kneden. Dus je kunt dat ook met een handmixer doen. Heb je zo'n staande, helemaal fantastisch. Handmixertje is al makkelijk. Moet je het op de hand doen? Ik denk dat je ongeveer een half uurtje aan het kneden bent. Als ik je dan een tip mag geven, bij de winkel. Ik hou er normaal niet van, maar bij de winkel echt van die kant-en-klare vlamkoekenbodem. Ze liggen naast pizza deeg. En vooral als je richting Duitsland gaat, hebben ze zo ook meestal. Dan pak je zo eentje, schilderopwerk. Ik ga deze aanzetten. Ik zet even rustig aan, laat ik even rustig werken. Dan haal ik het zout niet vergeten, die zet ik ernaast, kan ik die ook niet vergeten. Nou, ondertussen ga ik mijn garnituurtjes op de vlamkoeken gaan voorbereiden. Nou, wat maken vlamkoeken? Vlamkoeken, in plaats van tomatensaus, komt er crème fraîche op dat deeg. Dus net zoals je een pizza tomatensaus zou uitvrijven, gaan wij de crème fraîche. En wat is crème fraîche? Crème fraîche is een beetje... Ja, het is een beetje hetzelfde als zure room, alleen dan wat minder zuur, kan ik zo zeggen. En als je het openmaakt, kom zo dichterbij. Je ziet meestal, kijk, deze is nou al open geweest, maar meestal staat er een beetje vocht op. En waar geen vocht op zit, dat is een stuk dikker. Zie je dat? Nou, wat dan slim is om te doen, is om dat gewoon eventjes goed door te roeren. Je moet helemaal niet bang voor zijn, dat is helemaal niet eng, dus volkomen normaal. Als je dat gewoon eventjes zo doorroert, in het begin denk je dat is super dik, dat wordt niks. En uiteindelijk krijg je echt een soort, ja, waar lijkt het een beetje op? Vla, weet je wel, vanillevla. Qua dikte dan, hè? Qua smaak totaal niet natuurlijk. Nou, dan gaan we mijn garnituurtjes snijden. En ik begin met de moeilijkste, dat is bieslook. Waarom? Bieslook moet je echt goed snijden. Ik begin altijd aan de kant die hard is. Je hebt zeg maar de puntjes, die groeien bovenaan, je hebt de harde kant. Waarom? Op een gegeven moment kan ik hem niet meer snijden. En dan kan ik beter die zachte kantjes weggooien dan dat ik die harde kantjes weggooien. Goed je snijtechniek gebruiken. En dan heel voorzichtig, niet te veel tegelijkertijd, ga je gewoon hele dunne ringetjes snijden. En het is belangrijk dat je die ook goed snijdt. Dat je je mes het werk laat doen. Want als je dat duwt, kijk, ik kan het nou even 2 doen, dan zie je dat hij meteen een stuk doffer wordt. Zie, hier is hij mooi fris groen en hier is hij heel donker groen. En dat zorgt ervoor dat hij kwets wordt, dat hij een beetje smaak los gaat. Dus goed snijden, goed scherp mes. En je mag hem ook wat iets grover houden als dat ik doe. Maakt helemaal niet zoveel uit. En weet je wat heel veel huisvrouwen dan doen? Dan pakken ze de schapen bij. Knippen ze dat van het plantje, knippen ze dat zo eraf. Dan heb je zulke stukken bieslook heb je in je salade zitten. Heerlijk. De camera vooral moet heel hard lachen.
Kijk, dan komt het laatste stukje aan wat ik zei. En dan is het gewoon lastig om die te snijden. Haal ik die er gewoon tussenuit. Zo. Gooi ik dat weg. Hachikidi. Hey, daar was die al. Daar was die al. Zo vroeg in de video. Ja, joh. Nou. Even kijken, bakkies. Nou. Ondertussen hoor ik dat mijn deeg al lekker aan het kneden is. Met dat zout wat ik nog had, ga ik er nog bij doen en laat ik hem even rustig doorkneden. Komt helemaal goed. Niks aan het handje. Dus. Even kijken. Dan hebben we nog een rode ui. En die rode ui gaan we snipperen. Nou, die rode ui, hè, de bovenkant mag er wat verder vanaf. De onderkant zo dun mogelijk. We zetten hem op de bovenkant, onderkant naar boven, snijden we de wortel doormidden. Zorg ervoor dat aan allebei de helften een stukje wortel zit. Dan doen we het buitenste laagje doen we eraf halen. Je kunt het ook heel zuinig doen en alleen dat hele dunne vliesje eraf pulken. Hè. Maar de tijd die je daarmee kwijt bent om dat helemaal eraf te krijgen, kost meestal zoveel geld in de horeca. Dat het gewoon een stuk voordeliger is om dat hele stuk eraf te halen. Economisch werken. Zo, en dan gaan we hem snipperen. Nou, hoe snipper je een ui? Dus goed is weten de meesten dat, hè. Snij hem eerst 2 of 3 keer zijwaarts in. De kant van de wortel laat ik heel. En ik snij hem niet helemaal door tot het einde, dus ik laat hem ongeveer een centimetertje heel. Nou, dan draai ik hem met de ingesneden kant naar mij toe. Dan ga ik hem zo nog een aantal keren insnijden. En ook hier laat ik weer 0,5 centimeter tot 1 centimeter aan het uiteinde heel. Dan draai ik die kant waar al die inkepingen naartoe liggen, draai ik naar mijn mes. En dan snij ik daar mooie stukjes van. En het laatste stukje gooi ik gewoon weer weg. Als je dit nou zo ziet, vind ik dat wel zonde om dat weg te gooien. Dus dan doe ik dat gewoon even zo. Niks aan het handje, komt helemaal goed. Nou, nu gewoon het normaal tempo insnijden. Insnijden. En snippen. Zo. Nou, uitje gesnipperd. Is dat ook weer gebeurd. Doe ook weer in een bakkie. En dan hebben we natuurlijk nog iets anders. Want jullie kennen mij. Het zou heel gek zijn als ik ineens vegetarisch was aan koken. Dus we gaan er spek op doen. En ik heb spek. Je kunt er alles op doen wat je wil. Hè. Ook die andere ingrediëntjes. Je kunt ook een flamkoeken met paprika en zalm en weet ik veel wat maken. Kan allemaal. Ik ga voor de klassieke spek, ui en miesloep. Ja? Dus ook kipreepjes zou ook kunnen. Nou, dan ga ik dat spek nog eventjes fijn hakken. En waarom doe ik dat spek als laatste? Dan hoef ik geen nieuwe snijplank te pakken. En dan ben ik aan het hakken, dat spek, hè. Gelukkig heb ik een heel scherp mes. Heb je dat nog niet? Gooi het heel even kort in de keukenmachientje. Dat is een stuk makkelijker. Zo. Zo. Nou, het plankje hebben we niet meer nodig. Die kan aan de kant. Handjes wassen, want ik heb het vlees gewerkt. Gaan we het deegje even checken en dan kan het gaan rijzen. Eens even kijken wat we hebben. Het ziet er wel goed uit. Zo.
stiekem dat die goed is, maar geloof is goed, controleren is beter. Pak weer even een stukje deeg. Dan gaan we eens even proberen een vliesje te trekken. En dat vliesje, hè, we hebben het vaker over gehad, hè. We hebben een deegje, dan moet het een beetje gluten in, dan moet het een beetje elastisch worden. En net als met een kauwgom, hè, dan moet je heel lang op kauwen. En op een gegeven moment, in het begin is die kauwgom een beetje bros en is die een beetje taai. En naarmate die langer koudt, wordt die flexibeler en kun je hem ook wat verder uittrekken. Nou, in dit geval, als ik dan hier aan mijn kauwgom trek, dan zie je dat ik er een heel mooi vliesje van kan trekken. Nou, dat is goed. Nou, dan ga ik het deeg opdelen in twee stukjes. Want het heeft twee mooie bolletjes van. Dan doen we het weer opbollen, hè. Dat hebben we met de pizza hebben we dat ook gedaan. Zo, nou, dat doe ik hier weer even in. En dan laten we die eventjes rustig rijzen. Ongeveer een minuutje of 20. Zo, 20 minuten later. Hachikini. En wat hebben we dan? Twee blote billetjes. Ha, 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 ha. Hey, ik pak even een leeg en die ga ik even uitrollen. Ik probeer zo min mogelijk bloem te gebruiken altijd, hè. En jullie weten het, hè? Twee keer heen en weer omdraaien en een kwartslag draaien. En het geheim van een goede vlamkoeken is dat die goed dun moet zijn uitgerold. En ik ga twee soorten maken vandaag. Ik plak er een heel klein beetje aan mijn bank. Dat is alleen maar goed. Nou, je ziet, hij is best dun. En ik ga nou als eerste ga ik wat kleintjes maken. En die zijn gewoon lekker voor 's avonds als hapje. Zo. Nou, die rondjes die liggen op mijn bakplaat. En voorzichtig zijn met oppakken. Maar wat ik doe, ik trek ze een heel klein beetje ovaal. Waarom? Traditioneel gezien is een vlamkoek altijd een beetje ovaal. Die heb ik niet helemaal goed los. Zo. Kijk, dan trek ik hem weer een mooi ovaal. En ze mogen allemaal een klein beetje anders zijn, dat is helemaal niet erg. Dan zie je tenminste aan dat ze zelf gemaakt zijn. En de laatste. Vier stuks. Nou, de rest van het deeg, dat doen we samen met het andere deeg. Een klein beetje bekomst. En dan ga ik zo meteen één grote vlamkoeken van maken. Zover heb. Je ziet, hij is best groot. Hij is zelfs groot genoeg voor twee, dus ik snij hem een keertje door midden. Hachikidi. Ik heb hier een klein beetje bloem op gedaan. Ik kan hem een keertje dubbel vouwen. En dan zo, hachikidi op de plaat. Zo. En je ziet, hè, hoe dun het is uitgerold. Dat moet ook. Vlamkoek moet altijd lekker dun zijn. Zo. Nou, en dan gaan we ze afmaken. Even kijken, ik zet ze even naast elkaar neer. Dan komt die voorbereiding weer van pas. Hè. Pak onze crème fraîche, losgeroerde wel. En niet overdrijven. En net als met pasta saus, altijd maar een heel klein beetje doen, niet te veel.
Zo, mooi wormpje, crème fraîche. En ook die kleintjes ga ik doen. En ik hou de randjes altijd een heel klein beetje vrij. Hè. Nou, en als je een pizza maakt, dan is die pizzasaus natuurlijk op smaak gebracht. Dat is deze saus niet. Dus wat gaan we doen? We gaan een heel klein beetje peper en zout erop doen. Zo, en dan gaan we onze garnituurtjes verdelen. Lekker wat rode ui. Zo, heel goed verdeeld. Wat spek. En die bieslook die bewaren we dan nog heel even voor het laatst. Die doen we als allerlaatste erop. Nou, verdeel mijn spulletjes even op. Zo. Nou, ik heb mijn oven voorverwarmd op boven- en onderwarmte. Dus niet op hete lucht. Als je nou alleen hete lucht hebt, kan dat ook, geen enkel probleem. Als je zo'n luxere oven hebt, zeg maar, die meerdere standen heeft, doe alleen maar boven en onder, zonder blazen. 230 graden, dat is best hoog. Het moet kort en hard gebakken worden. Ja, ongeveer, ik denk deze ongeveer een minuutje of 8, deze ongeveer 10-12 minuten. Ja, zie je ze zo terug. Zo, en kijk eens aan. Onze vlamkoeken. Die kleintjes die heb ik al eruit gehaald. Die warm ik daar nog eventjes een keertje op. Ja, en dat is onze vlamkoeken. Maak hem nog even af met de bieslook die we zorgvuldig gesneden hebben. Kijk eens wat een vinsje dat is. Ziet dat er niet fantastisch uit? Nou, opdracht van deze week. Maak een vlamkoeken. Gaat dat niet? Maak wat anders. Gaat dat ook niet? Kook gewoon lekker mee met je ouders. Kom op, doe je best en ik zie je de volgende keer. Rustig aan.